Hi, goedemorgen. Hoop dat jullie fijne feestdagen hebben gehad. Het is al net een tijdje geleden dat ik wat gefilmd heb. Ik denk ook geplaatst heb. Maar ik ben een beetje ziek geweest. Wie niet, hè, met het weer. Maar begin december heb ik een... ik denk dat die online staat. Een shopblogje gedaan van de Chanel Sublimage Foundation en... Nieuwe concealer. Nou ja, nieuw. Redelijk nieuw. Dus die gaan we vandaag even samen opdoen. Makkelijkste is met een... Nou ja, makkelijkste. Ik heb gewoon geen sponsmat gemaakt. Dat is het hele probleem. Het zijn... Dat is altijd wel met Chanel. Het zijn altijd kleine pompjes. Maar dat geeft niet. Dit is de kleur BR12. Nou ja, dat is dan zeg maar de lichtste kleur met een beetje rozige toon. Even je vinger. Ja. Daarom breng ik nooit foundation aan met mijn vinger. Ik hou gewoon niet van vieze handen. Nou ja, af en toe, hè? Het heeft een redelijk... Dit is een beetje een raar neusgat geworden, zo. Even... wat zal ik zeggen? Ik denk medium tot lichte dekking. Ik weet niet of je het goed kan opbouwen, want dat doe ik eigenlijk nooit, want ik vind dit gewoon prima. Het sluit heel goed aan bij mijn huidskleur. Wat ik niet eerder heb gezien, is dat het hier een beetje... Ik heb hem natuurlijk al een paar keer gebruikt. Blijft hangen hier zo. Ik heb hier zo'n moedervlek. Maar dat het een beetje blijft hangen hier op die droge plek. Apart. Apart. Ik denk dat het aan die borstel ligt. Want met de spons is het niet zo. Nou, oké. Naar mijn idee met de spons. Verder ziet het er gewoon echt heel goed uit. Ik ben echt... hier super onder de indruk van.
Dan de concealer. Ja, weet je, ik heb toen Charlotte Holcraft gezien. En ze heeft wel een punt, want dit is echt... Het is niet handig. Doe het in een tube. In het begin dacht ik, nou wat zeur je nou, ziet er hartstikke leuk uit zo'n potje. En het doet het ook. Maar doe het in een tube. Dit is een van de lichtste kleuren. Ik weet niet of dat erop staat wat gekleurd is. ...00 denk ik. Maar die heb ik gekozen omdat hij een klein beetje een rozige ondertoon heeft. En dat vind ik nou helemaal fijn. Naarmate je ouder wordt, wordt je huid ook wat grauwiger. Dus dan is een klein beetje kleur is wel fijn. Nou heb ik gewoon een likje gedaan op mijn hand. En ik heb daar echt heel veel van over. Maar hij blurt echt. Hij trekt het helemaal zo glad. Echt. Ik wil daar eigenlijk nooit aan die sublimage lijn. Omdat ik altijd dacht van, ja, in hoeverre zou dat nou echt? Het trekt gewoon alles glad. Het is echt waanzinnig spul. Ik kan er niks van zeggen. Kijk, kijk naar die onderogen. Het is echt geweldig. Ik weet serieus verder niet. Het is natuurlijk, er is een mooie glans op je huid. Je ziet er verzorgd uit. Er is niks meer mis mee en niks aan doen. Klein beetje poeder, dat dan weer wel. Ondanks mijn wat oudere droge huid, ik hou ervan. Dit is de Chanel losse poeder. Ja, kijk. Het ziet er toch echt geweldig uit. Wat moet ik hierop zeggen? Duur? Ja. Ja, ook echt dat ik dacht, dit ga ik echt niet doen. Dit is echt... €150. €100. Maar wauw, wauw, wauw. Wauw. Echt. Het is een klein beetje plakkerig. Deze poeder matteert heel erg. Maar dat lossen we zo weer op. Maar ook met de poeder. Er zit iets op mijn gezicht. Matteert het. Maar je ziet nog wel de gezondheid er doorheen, zeg maar. Ja. Even
de poeder laten inblenden. Kijk. Daar komt de glans gewoon weer terug. Wauw, 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 Chanel. Echt. Geweldig. Ik kan er iets anders zeggen. Ik ga ook niet wauw blijven zeggen. Dat lijkt me een beetje overdreven. Ik heb nu wel gezegd wat ik ervan vind. Vind ik het de prijs waard? Ja, voor mij persoonlijk wel. Moet je nu gelijk per se deze foundation gaan kopen? Ik kan niet in jouw portemonnee kijken. Er zijn genoeg drugstore of gewone foundations bij de Kruidvat en bij de Douglas en zo, die ook goed zijn en die niet 150 euro kosten. Dat moet je helemaal zelf bepalen. Dat weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat dit een van mijn nieuwe allerfavorietste aller tijd is. Ik vind dit zo mooi. Heb je make-up op? Tuurlijk. De no make-up make-up look, ik hou ervan. Laten we eerlijk zijn, ik hoef niet zo'n dikke laag make-up op. Maar je ziet dat je make-up op hebt. Alhoewel, nou, het valt mee. Maar, hè? Dus ik zou zeggen, vaar een proefje als je bij de Bijenkorf bent. Dat maken ze denk ik graag voor je. Zeker in Amsterdam, hartstikke aardige meid. Dit was het voor vandaag. Leuk dat je weer keek naar mijn YouTube hobbykanaal. En dan zie ik je graag de volgende keer. Waarbij ik laat zien wat ik voor kerst heb gehad. Van Chanel. En dan gaan we ook een nieuwe make-up proberen. Maar ook andere nieuwe make-up. Dankjewel voor het kijken. Doei!